jaar waarin vluchtelingen het zo moeilijk hebben, is het heel mooi om deze warmte en solidariteit met mensen op de vlucht te zien. 3, 2, 1, yeah! Ik maak elke ochtend een ochtendwandeling, dat is natuurlijk geen 40 kilometer, en niet midden in de nacht. Dus het lijkt me heel magisch. Ik vind het heel bijzonder en heel fijn dat mensen echt aandacht hier besteden en brengen. Niet alleen maar hun geld geven, maar ook hun tijd en hun energie. En dat vind ik heel leuk. Er lopen meer dan 4000 mensen mee die ook aandacht vragen voor dit doel. En volgens mij is dat echt heel belangrijk. En Abdullah kan uit eigen ervaring vertellen waarom dat belangrijk is. Maar ik ben heel blij dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij die groep vluchtelingen, die 100 miljoen. Ja, door deze wandeling te gaan lopen, te ervaren of in ieder geval... Ja, een stukje solidariteit te creëren met mensen die het dagelijks moeten doen. Ik vind dat mensen de laatste tijd heel veel aandacht geven aan alleen de Oekraïense vluchtelingen, maar niet genoeg aan de rest. En ik vind alle vluchtelingen heel erg belangrijk en ze verdienen allemaal een veilig haven. En ik ben werkzaam op een school waar vluchtelingen worden opgevangen. Dus vandaar was de link snel gelegd en snel een paar vrienden erbij betrokken. En de sterren waren mooi. De organisatie was perfect. De mensen onderweg waren, alles was perfect gewoon. Mensen komen doodmoe, soms huilend zelfs over de finish. Maar heel veel maken nog een eindsprintje. Iedereen ligt natuurlijk te slapen, behalve wij met de grote groep. Dus er is toch wel een stukje saamhorigheid. En je weet natuurlijk waar je het voor doet, dus dat is echt prachtig. Met de opbrengst van de Nacht van de Vluchteling kunnen we heel veel vluchtelingen in gebieden die niet elke dag op de voorpagina van de krant staan, helpen levens redden. Ik ben hartstikke trots op een evenement als de Nacht van de Vluchteling, waarin we met heel veel mensen tegelijkertijd laten zien dat het lot van mensen in nood ons wel degelijk kan schelen. Tot volgend jaar.